Goedenavond. Fijn dat u hier vanavond allemaal bent. En u bent hier omdat er op 14, 15 en vooral 16 maart verkiezingen zijn. En dan gaat het erom, hoe gaan de komende jaren hier in de gemeente Nunspeet, maar ook in Elspeet, de gemeenteraadszetels ingevuld worden. Nou, ik zou zeggen, stem SGP. En waarom? De SGP heeft de meeste Elspeetse kandidaten. 13 Elspeetse kandidaten. Geen enkele andere partij kan eraan tippen. Maar dat is natuurlijk altijd mooi, hè, van welke mensen staan erop en welke plannen heb je. Dat verkiezingsprogramma is ook geweldig. Maar ik zeg altijd, je moet ook terugkijken. Wat hebben ze de afgelopen 4 jaar gedaan? Nou, voor Elspeet heel wat. Die woningbouw op de voormalige zagerij, ja, dat is wel in de afgelopen periode voor elkaar gekomen. En als je kijkt naar de mooie renovatie van de Boas Jaginschool, maar ook de nieuwbouw van de Da Costa school, ja, prachtige dingen. Dus ik zou zeggen, als je al die resultaten ziet, ja, dan zou ik het wel weten, dan zou ik ook op 16 maart mijn stem uitbrengen op de SGP. Ik doe het in ieder geval en ik reken dus ook op dat u die stem op de SGP uitbrengt. Dank u wel.